Dank u, voorzitter, ambtgenoten, lieve collega's, minister Somers. Op het moment dat in Antwerpen een strafrechtelijk proces werd gevoerd tegen vier mensen omdat ze een spandoek hadden ontrold met daarop stop islamisering, alsof we hier in Iran, Marokko, Pakistan, Qatar of Turkije zijn. En u weet goed waarover ik het heb, minister Somers, want deze vreedzame vier mensen werden opgepakt door uw politiekorps in het centrum van uw stad Mechelen. Wel, op dat moment werd in Antwerpen een nieuwe Sharia for Belgium opgericht. Een jihadistische terreurorganisatie in opbouw, waarvan gisteren dus 13 leden, 13 vrome moslims, werden opgepakt. Verschillende van die gearresteerde moslims kwamen reeds als minderjarigen in beeld in onderzoeken rond terrorisme. Een aantal daarvan wilde enkele jaren geleden nog een aanslag plegen op mijn vriend en goede VB-collega Philippe de Winter, die onder meer door die jonge klootzakken meer dan een jaar gebukt moest gaan onder zware persoonsbeveiliging. U begrijpt dus, minister Somers, dat dit mij ook persoonlijk diep raakt. En we weten helaas hoe het gaat in dit Vivaldi-land. Dit jonge moslimtuig kwam er dankzij de traditionele partijen met hun softe wetjes en hun nepstrafjes. Die kwamen er vanaf met een fopstrafje en stonden dus al snel opnieuw op vrije voeten. Mijn vragen aan u, minister Somers, zijn: kunt u mij zeggen in welke mate deze nieuwe Sharia for Belgium in het vizier zat van het Vlaamse deradicaliseringsbeleid? En kunt u mij ook zeggen welke initiatieven, onder meer vanuit de LIVC's, de lokale integrale veiligheidscellen, werden genomen om recrutering door deze nieuwe Sharia for Belgium tegen te gaan? Natuurlijk, deze 13 gearresteerde moslims, die zijn natuurlijk slechts het topje van de ijsberg. Het grootschalig onderzoek, geleid door dokter Ruud Koopmans, hoofd van de cel Migratie bij het Berlijns Centrum voor Sociale Wetenschap, wijst uit dat in Antwerpen, alleen al in Antwerpen, niet minder dan 65.000 moslims wonen die consistent fundamentalistisch zijn. Die dus onder meer vinden dat de tot haat en geweld oproepende Koranversen boven onze wetten staan. Volgens een bevraging van VTM en HUMO wonen in Antwerpen bijna 27.000 moslims die begrip hebben voor de manier van actie voeren van de terroristen, verkrachters, massamoordenaars van islamitische staat. Daarom mijn vraag, minister Somers, hoeveel en wie van al deze moslimfundamentalisten en potentiële jihadisten worden opgevolgd door het Vlaamse deradicaliseringsbeleid en door deze integrale veiligheidscel? Ja, minister Somers, ideologisch niet verblind, zegt u, maar het was toch u en ook uw partij op de VLD en de andere traditionele partijen die destijds het gevaar van Sharia for Belgium hebben weggelachen als een groepje slechte stand-up comedians. Ja, u knikt nee, maar u hebt dat wel degelijk gedaan en vandaag lacht u in feite de onderzoeken weg. Ik heb ze net geciteerd, die aantonen dat er in onze samenleving ondertussen al honderdduizenden moslims zijn die Sharia for Belgium-achtige ideeën omarmen en die dus de Koran, zoals in Soera 8 vers 12, omarmen waarin staat dat wij, de ongelovigen, dat ons hoofd moet worden afgehakt, dat wij moeten worden gedood waar ze ons maar kunnen vinden. Staat in Koran Soera 9 vers 5. Honderdduizenden moslims, meneer Somers, omarmen die Koran in onze samenleving. U negeert dat. En ondertussen, diezelfde partijen hier, die nu het hoge woord voeren, die zorgen ervoor dat moslimfundamentalisten doorgaans al na enkele jaren, weer worden vrijgelaten. En ondertussen worden brave Vlamingen vervolgd wegens de slogan stop islamisering. Wegens die slogan worden brave Vlamingen vervolgd, terwijl moslimfundamentalisten na enkele jaren al worden vrijgelaten in dit land. De traditionele partijen zouden zich moeten schamen dat ze dit soort perverse, onrechtvaardige samenleving hebben gecreëerd.